even naar mijn tafel zitten lopen. Ja, kom maar. Zo, we hebben even wat te eten. Daar gaan we in. Ik wil gewoon eruit. Aangekomen in de Julianentoren. In het Julianentoren, in de Julianentoren. We zijn net verkeerd. Julianenpark zei ze net. Ja, dus ik moest even overnieuw filmen. Maar we zijn in de Julianentoren aangekomen. En ik neem jullie vandaag gezellig mee. Er is nog iemand mee vandaag. En dat is heel lang geleden. En dat is Mandred. Die gaat ook gezellig mee. En dan mogen jullie gaan genieten van de gezellige beelden in de Julianentoren. En ik ben natuurlijk mee. Ja, altijd. Ja. Veel plezier. Nou, we hebben besloten om eerst eventjes wat te gaan eten voordat we in alle attracties gaan. Wij zelf hebben wel een broodje op, Mandra heeft nog niks op. Dus nou, ik doe gewoon even lekker gezellig mee en daarna gaan we lekker kijken waar we als eerste in gaan. Eventjes wat eten bestellen. Penny gaat gelijk aan de patat. Ik zelf heb alleen een ijsthee. Chelsea heeft deze dan en Penny heeft deze. En dan ja. Nee. Nee. Misschien later, ja. Nou, Mendres moet zo zijn eten eventjes ophalen. Want hij, wat ik al zei, heeft patat. Oh, die zijn mooi. We zijn even binnen in het restaurant. Chelsea heeft gelijk al paarden gevonden. Die zijn wel leuk. We geven gewoon licht. Ha. Ja, dat wel. En die hebben we niet. Haha. Oh, leuk. Skis op de achtergrond. Leuk. Kunnen jullie skiën? Ik wel. Ik ga lekker naar mijn tafel zitten lopen. Het is helemaal leeg zoals jullie zien. Het is ook nog vroeg. En oh, dat is ook leuk dat daar. Die stoelen. Daar. Mijn hand moet goed wijzen. Daar. Maar goed. Ik ga even lekker... Oh, mijn flesje openmaken. Lekker slim. Ga ik even doen. Nou, ik heb net even mijn drinken opengemaakt. En nu gaan we echt beginnen aan het drinken. Nou, Mendra zei dit dus. Heerlijk. Maar die is nog nergens te bekennen. Hij ging naar de wc, maar hij is er nog niet. Daar is Penny. Eten is er. Ja. Oké, Charles gaat wat laten zien. Ja, maar zie je dat hoogtje staan? Ja? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Familietretpark Julianentoren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Familietretpark Julianentoren. Oeh, wat doe je dan? Oh. Hoppa! En weet je wat leuk is? Kijk, leeftijd tot 4 jaar. En Chelsea die is 6 en die vindt het nog hartstikke leuk. Oh, 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 oh. Wij gaan het Dinobos in met deze luxe auto. Zit je lekker? Goed zo. Ja, kom maar. Wow. Wat vind je van het park? Penny. Ja, hele uitleg heeft. Waar moeten we heen, moeder? Weet niet. Welke auto? Oh ja. Nou, we gaan weer verder het park in. Penny ging even roken. Zo, we hebben even wat te eten. Daar gaan we in. In het restaurant. Nee, ik moet zeggen. Penny heeft hoogtevrees. Voor wat heb je hoogtevrees? Berg. Dit gaat wel mee. Is het leuk in het reuzenrad? Ja? Ja. Staan we boven helemaal stil. Ja. Dan hebben we een mooi uitzicht op een ander karretje. Vind je het ook leuk, Penny? Nee. Het is zo koud hier
gekozen. Vind je? Word je ziek of zo? Ik heb het niet koud. Ja. Ja, ik mag niet bewegen van jou, dus ik kan je niet warm houden. Ik wilde net verplaatsen naast Chels en toen werd hij helemaal gek. Jo. Hey, laat hem. Ik nee, hij gaat uit. Luister, niet praten. Hij gaat al. Dan gaat heen en weer alles. Hè? Ja, omdat we weer gaan. Oh, hoor je hem kraken, hé? Nu wil ik gewoon eruit. Dan ga je vast nog één keer stoppen nu. Nee. Ik wil gewoon eruit. Misschien gaan we nog een rondje. Ja, ja. Nee. Ik ja. Nog een rondje. Gaan wij eruit? Nee, kijk maar. Ga nog een rondje. Gaan we nog een keer? Hij vindt het heel leuk. Ja, precies. Waar gaan we nu in? In het spookslot. Met wie? Met Penny, mama en Chelsea. We zitten in het spookslot. Van de achtbaan in Chelsea. Goedendag. Moet ik voor? Kom maar. Chelsea, hoe vond je de achtbaan? Leuk! Lekker suikerspinnetje, Chels. Ja, ik heb een helikopter. Ja! Waar ga je zo in? In de helikopters. Oh. En helikopters, die zijn hier. Of tenminste, eigenlijk hier. En dan ga je door heel het park ga je lekker vliegen. Doei! En dan gaan we eventjes spelen daar, hè? Tenminste, ja. Jij. Ja. Ik niet. En dan gaan wij even lekker wat drinken of zo. Ja. En dan zien we wel wanneer je klaar bent. Maar we moeten wel zo echt naar huis, want het gaat ook bijna dicht. Helaas. Maar ja, wel leuk gehad, hè? Goed, en op de paardjes gereden. En op de paardjes gereden. Ja, die zien we hier achter. Bij jou. Chelsea wil eventjes paardje rijden. Nou. Twee spellen is €2. Nou, ben benieuwd. Hoppa. Wow, hij beweegt ook nog. Leuk? Je moet weer wat laten zien hoor. Heb je het wel naar je zin gehad? Nee. Maar zij heeft het naar de zin gehad. Ja. Jij vond het niet zo leuk hè? Maar jij hebt het heet koud. Ik denk dat Penny een beetje ziek wordt. Goed zo. Ja. Doei. We zijn lekker een boswandeling aan het maken. Want we wilden niet op de bus, tenminste Menda's wilden niet op de bus wachten. Dus zijn we gaan lopen. Nou, we moeten nog een heel stuk. Die man zei dat het lopen sneller was dan de bus. Ja, maar we moeten niet natuurlijk helemaal lopen naar huis. We gaan gewoon bij de bushalte wachten op de bus. Nee, kijk hier, daar is die. Oh. De bus. Zie, komt die aan. Doei bus! We hebben gelijk ons wandelingetje gehad, hè? Ja! Bed zat. Ja! Ja, dat dacht ik al. Dan kan je zo meteen lekker zitten. Mendra is ook lekker warm. We hebben het gehaald. Net heb ik hier plaats. Hé, een beest. Oeh, weg ermee. Daar is mijn auto. We zijn thuis aangekomen en daarvoor zijn we nog even naar de winkel geweest. Want we hadden geen eten in huis. Dus ik heb een maaltijd gekocht voor Chelsea en voor mij. En dat is gewoon een
pennen. Wat doe je snel? Een pennengerecht met carbonara. Dus dat ga ik nu even maken. Nou, na het koken ben ik mijn bed ingegaan, zoals jullie zien. Wat vond je eigenlijk van Julianentoren? Leuk. Leuk, hè? Ja. Menderes wat minder, ik ook. Maar het gaat erom dat. Oh, het gaat erom dat jij het leuk vond. Ja. Oké. Okay. Nou, kussiekus. Slaap lekker. Doei. Vergeet je niet te abonneren. Toppie, doei.